Welkom, ik ben Jan Knapen. We zitten hier in Nederland, in Ohi en Laak, in de buurt van Woodhenge, met die stenen bomen. We zitten hier te wachten tot de zon ondergaat. Volgens Fireskalig ging het rood worden deze avond. We hebben al een beetje rood, maar nog niet veel. Ik heb me hier geïnstalleerd aan het water, met een mooie voorgrond. En ik heb ondertussen mijn pollenfilter erop gezet en ik heb ook een gradual 1.2 erop gezet, omdat ik toch nog tamelijk veel licht in de lucht heb. En ik wil natuurlijk het water, de kleuren, het licht op het water en het licht in de lucht moet ik gelijk krijgen met de behulp van mijn kazenfilters. We werken natuurlijk altijd met een timer, want we moeten er natuurlijk voor zorgen dat het statief zo stil mogelijk is, dat we dus alle trillingen en vibraties wegkrijgen om ze zo scherp en crisp mogelijk beeld te krijgen voor de camera. Als we nu hele mooie bewegende beelden, hele mooie bewegende wolken hadden, konden we natuurlijk ook gebruik maken van de little stopper of de big stopper. Dan konden we dus hele lange slettertijden opzetten. Maar nu bewegen de wolken niet zo hard, dus gaan we dat niet gebruiken. We gaan gewoon verder werken met onze gradual en met onze polafilter. Natuurlijk, als we het resultaat bekijken, moeten we altijd even kijken of het inderdaad geslaagd is. Of we de kleuren juist krijgen, of de lucht en het water ongeveer dezelfde kleuren hebben. Misschien een beetje lichter nemen nog. We gaan het een beetje lichter maken terug. Zo. We gaan nog een shot nemen. Voilà. En nog eentje iets lichter nemen. Zo. Heel belangrijk is als je landschapfotografie doet, de voorgrond is even belangrijk als de lucht en je horizon. Door onze pollenfilter gaan we natuurlijk nu veel sterkere kleuren krijgen in het rood en in het blauw en in de wolken. En natuurlijk doordat we de kleuren hebben kunnen een beetje aanpassen, gaat dat een heel mooi effect geven. En je hebt niet veel nodig. Je hebt een simpel toestel nodig. Één lens, de juiste filters natuurlijk, kazenfilters. Een tamelijk deftig statief, wel belangrijk. Dus niet het goedkoopste statief kopen wat je kan vinden. Altijd iets meer geld uitgeven aan je statief. Want een heel goed statief, dat ga je gewoon de rest van je leven hebben eigenlijk. We hebben nu niet zo heel veel rood gehad, maar het is toch uiteindelijk wel de moeite geweest om een paar mooie foto's te maken. Volgende keer zullen we een plekje zoeken waar ik kan gebruik maken van de big stopper of van de little stopper om bijvoorbeeld met water te spelen of met een watervalletje of met bewegende wolken.